Er is weer een nieuwe vracht aangekomen. Kijk, hele lading weer. Dit moet allemaal gesorteerd worden, uitgezocht worden. Zo. Ja, we doen hier ons best allemaal met de meiden, met vrijwilligers. Voor inverzameling voor de aardbeving in Turkije. Kijk, hier zijn ze aan het allemaal sorteren. Dit zijn de kussens, wat niet gebruikt is. Kijk, dit zijn winterkleren, winterjassen, wat heel goed is, waar mensen ze kunnen gebruiken. Wij gebruiken alleen maar goede kleding, die zo min mogelijk is aangetrokken. We zoeken het uit, de zomerkleding zoeken we ook uit, want het is daar echt koud. Mensen kunnen daar natuurlijk geen zomerkleding aan doen. Het was nog maar een dag geleden dat de aardbeving in Turkije en Syrië plaatsvond. Een grote groep vrijwilligers is bereid om de handen uit de mouwen te steken. Mijn vriendin heeft gepost van kan iemand helpen bij wiegen. En ik heb dat ook gepost. En dat gaat gewoon zo verder. Tientallen vrijwilligers zetten zich in om de gedoneerde kleding te sorteren voor het getroffen gebied. Dat gebeurt in een pand waar normaal gesproken monteurs bezig zijn met glasvezelbekabeling. Hoe heeft u dit zo snel kunnen regelen voor deze inzamelingsactie? Ik krijg een WhatsAppje. Ze zoekt een verzamelplek. En mijn pand toevallig vrijgekomen. En ik heb het aangeboden en is het zo is het gegaan eigenlijk. Waarom helpt u mee aan deze actie? Want dat is mijn afkomstland. En dat zijn mijn mensen en ik wil ze ook graag helpen. Jaren 99 is ook een aardbeving geweest. En ik was ook daar. En ik weet hoe dat voelt, die mensen die daar zitten. Ken je mensen die in dat getroffen gebied wonen? Ja, ik heb daar familie wonen, ik heb daar kennissen wonen. We kunnen hun niet bereiken. Ja. Het is hopeloos. Het is hopeloos daar, echt. Hier zijn ze ook allemaal aan het sorteren en controleren of alles goed is wat gebruikt kan worden. We hebben hier wintersokken. We hebben hier sjaals. Handdoeken moeten nog gesorteerd worden, opgezocht worden. Kijk, hier hebben we warmte, lucht. Wat kan geven? Ik geloof in de islam en voor ons is het meer van wat gebeurt, dat gebeurt. Dat is het lot. Enigszins zit je ermee. Ja, het raakt je. Maar je moet toch wel wat gaan doen. Dus we kunnen allemaal, ja, hoe zou ik het zeggen, verdrietig hier zijn en elkaar of demotiveren of juist motiveren. Op het moment dat ik mensen zie die blij zijn, die echt hun best doen na het werk hier komen om ons te gaan helpen, ja, dan, het is gewoon niet te omschrijven. Je wordt daar gewoon gemotiveerd door. Je krijgt daar energie van. Je wordt er heel erg positief van. En hopelijk kunnen we deze positieve gevoel houden, zodat er zoveel mogelijk mensen gered worden. Zoveel mogelijk mensen de hulp gaan krijgen die ze nodig hebben. De goede sfeer motiveert de mensen hard door te blijven werken. Dit zijn de dekens. Wat hard kunnen geprobeerd worden. Kussens hebben we. Heb je wel voldoende slaap gehad afgelopen nacht? Nee, we hebben heel slecht geslapen. Helemaal niet. Kun je dat niet zien aan mijn ogen? Kom op, jongens. Het is allemaal voor een goede doel. En waarschijnlijk wordt het dan nog een korte nacht. Want tot morgenmiddag 12 uur kunnen spullen worden ingeleverd. En na 12 uur gaat al deze producten, al deze dozen, die gaan morgen naar airport in Eindhoven. En daar is er een vrachtvliegtuig klaar. Nou, dat wordt dan naar Turkije gevlogen. Ja. Naar de mensen die het hard nodig hebben. En de spullen die overblijven? Die gaan wij naar Recycle brengen. Van die geld wat wij daar krijgen, die wordt gedoneerd weer naar het Rode Kruis in Turkije en Syrië.